Hey jongens, welkom bij aflevering 2 van onze spelercarrière mode, waar dat we momenteel bij Lokeren zitten en de eerste competitiewedstrijd is. Ik ga mij van het begin al excuseren als ik misschien een beetje ziek klink, want ik ben ook ziek. Dus ja, dat is het enige. Ik hoop dat jullie er niet te veel last van gaan hebben. Ik ga proberen niet te veel te praten om jullie niet te storen. Dus hier gaan we. Eerste wedstrijd zijn we niet opgesteld. Hopelijk doet Lokeren een goede zaak in de start van de competitie. Kom op. Oeh, Mertens. Goal, we staan voor. En we eindigen met 3-1 met een goal van Harbaoui, Van Aken, Mertens en Kebano. Goed, goed. Oeh, blessurenieuws. Galitzios is geblesseerd geraakt. Ah, we hebben een nieuwe leenaanbieding. En we mogen ook niet spelen tegen Mechelen. Nee, die ploegen kennen we allemaal niet. Dus daar gaan we niet naartoe. Oké, simuleren tegen Mechelen. 1-2 overwinning. Joppa. Goeie start van Lokeren in deze competitie. Tegen Zulte Waregem zouden we daar mogen spelen. Weer niet. Ah, jongens toch. Viborg. Nee, daar gaan we ook niet naartoe. Allee, veel lager dan Lokeren kunnen we toch ook niet echt. Niets tegen Lokeren, maar. Ik bedoel. We moeten toch nog iets doen. En Maric heeft een strafschop gemist. 1-1. Ah, het had al 2-1 kunnen zijn. Maassen, oeh, Harbaoui met nog een goaltje en we eindigen met 3-1 dankzij Hans van Aken. Sporting Lokeren zit op een winstreak. Daarmee dat wij niet mogen spelen. En Anderlecht. Zitten wij natuurlijk weer niet in de basis. Nee, we gaan niet naar zo'n ploegen. Oké, dan wordt hier nog een saaie aflevering zo. Dacht, ik ga niet te veel praten. Tegen Anderlecht zie ik ons nu wel niet winnen. Ben benieuwd. Zware strafschop. Wee, Anderlecht schiet een strafschop binnen. 4-1 verloren. Ah. Ach, we moesten iets verliezen, hè. Ja, al mijn verwachtingen zijn gefaald, dus zal dat komen. Oké, we hebben weer een leenaanbieding. Ah, Sudede wedstrijd tegen Lokeren. Ja, we mogen spelen. Yay. Kalisas is terug. Nee, we gaan niet naar die ploeg. Oké, we mogen spelen. Geweldig. Oké, hier gaan we dan. Ik start als spits. Van Aken achter mij. Patosi links. Overmeire. Persoons. Niel de Pauw. Rechts midden. Odoi Maris. Scholes. Harbaoui rechts achter. What the fuck? Waarom zou je dat doen? I don't know waarom. Maar hier gaan we. 28 minutes in. Corner voor Lierse. In onze eerste competitiematch. Nice. Allee ja, toch de eerste match dat wij spelen. Kom, vele drivers. Vele drivers. We geven hem door. Kan. Ik had naar het midden moeten gaan. In plaats van die daar te vragen. Dom, dom, dom. Kijk, ik speel meer rechts. Rechtsbak dan dat ik in het midden speel. Ja, nu. Nu draai ik naar het midden, maar veel te laat. Hè. Kijk waar ik nu sta. Hup, vragen. Oké, was wel goed gedaan. Uittikken. Passen. Shit. Shit. Ah, nee. Overmeren. What the fuck. Die moet er toch altijd in zitten. Altijd. Bij alles wat er gebeurt. I don't get it. We zitten al in de 53e minuut. Ah, ik kan hem net niet afpakken. Gelukkig heeft niemand van ons team hem. Ja, niet buitenspel. Mooie cross. Kan, kan, kan. Oh, van de lijn. Ah, niet echt van de lijn, maar. Ah, die had anders mooi binnengekopt. Kan. We moeten toch scoren. We zijn duidelijk beter. Tik, tik, up. Doorgeven. Allee, vanuit die hoek moeten niet trappen, hè. Damn it.
De foul. Too bad. Nee, de 7 minuten zijn door. Ah, maar hij fluit af. Waarom fluit hij nu af? Ah, we gaan met 0-0. Er had meer ingezeten voor ons. Jammer genoeg. Maar ja. Wat kunnen we eraan doen? En nothing. 0-0. We hadden toch een puntje gepakt? Ho, ik weet niet. We waren wel de betere ploeg, maar op het einde... Liefst had echt alles zo op slot gestoken dat we gewoon niet... Ay, bijna niets konden doen in feite. Oké, het eind van de transferperiode. Ik zal stoppen met pauzeren als er iets interessants gebeurt. Oké, we kunnen naar Real Madrid Castilla. Tweede klas denk ik van... Of is dat eerste klas in... de Spaanse competitie. Nu zou ik dat graag eens willen weten. Oké, ik ga dat even zoeken. Oké, ik heb ze gevonden. Tweede klas in Spanje. Dus, yo, ik denk het niet. We gaan verder. We gaan eens snel kijken wie dat Loker allemaal heeft gekocht of verkocht. Hier zijn ons Adriano, Klasenur en Azemi. Onbekende namen. En de transferperiode is voorbij en we zitten dus nog bij Lokeren. Lokeren. 99 miljoen was er deze transferperiode. Vervallen. Bergen. Zitten we erbij tegen Bergen? Nee, we mogen niet spelen tegen Bergen. Jammer genoeg. We zullen zien hoe dat onze ploeg vergaat. 3-0. Harbouwi scoort weer twee keer. Dan is het logisch dat ik niet als spits mag starten. Hè. Tegen Cercle mogen we ook niet starten. Deze competitie gaat nog redelijk krap vooruit gaan, jong. Dit eerste seizoen. Ik voel het. En Lokeren is goed bezig, dus. Hopla. 1-3 gewonnen. Club Brugge mogen we ook niet spelen. Logisch. Oké, competitie tussenstand. We hebben één wedstrijd minder gespeeld. En we staan tweede. Dus als we deze wedstrijd winnen... Dan staat Lokeren zelf eerst in de competitie. Kan Lokeren. Deze gaan we fully simuleren. Ik wil zien wat er gebeurt. Als we gelijk kunnen spelen zou ook echt prachtig zijn. Maar winst zou natuurlijk echt het einde zijn. Het beste in de world. Oeh, we staan achter. Larsen, een verdediger van Club Brugge, heeft gescoord. En dat gaat het einde zijn, zeker. Ja, 0-1 verloren. We hebben ons best gedaan, als we ons maar kunnen plaatsen voor Europa League. Dat is het belangrijkste, denk ik. AA Gent. Mogen we ook niet starten. Yay. We moeten misschien... Tijdens de winterstop toch eens uitkijken naar een transfer. Nelly winst. Ah, nou wel ja, waarom eigenlijk? We zullen wel kansen krijgen. Die standaard mogen ook niet starten. Ik moet toch wel twee afleveren. Ah, ik moet toch wel twee dingetjes kunnen recorden om aan jullie te zien. Hè. Hoe saai is het anders wel niet. 0-3 verloren tegen standaard. Oostende, kom, daar moeten we tegen spelen. Hè. Ja, we spelen tegen Oostende. Zalig. Oké, we moeten scoren, jongen. We moeten onze coach laten zien dat we broodnodig zijn in het team. We spelen terug met Van Haken en zo achter ons. Calicio staat rechtsachter. En niet meer Harbouwi, dat is logischer. Oké, so here we go. Let's beat those Oostende bitches. Oh, nein! Ben hier met de kopper, maar koppen had hem tegen. 12e minuut en we al bijna aan het open tegen. Nu in de 38e minuut ben ik een beetje aan het flitsen. En verlies dan, ja, maar ik doe de bal. Maar we houden hem bij. Komt terug naar mij. Mooie pas. Tiki-taka. Terug aan de bal. Schieten. Jammer genoeg geen goal. Dat had gekund. We zitten in de tweede helft, 56e minuut. De bal gaat terug naar mij. We hebben ruimte om te schieten. Ah, de keeper pakt hem. Onmogelijk. Dat hij er niet in zat. Ah, zo'n ruimte. Kijk. Schiet. Ah.
Damn it. We hebben nog een corner. We zetten ons als eerste man. En de bal komt niet naar ons. En Lukaku houdt hem van de lijn. Oh my god. 66 minuut. Mooie actie van mij. We zetten hem voor. En Hans van Aken kopt hem binnen. 68e minuut. Assist van mij. Zo blij, zo blij. Kijk nou eens naar die mooie actie. Bijna tot tegen de achterlijn. En lekker binnengekopt van Hansje. Gemakkelijk komt erop. En dat was eigenlijk het eind van deze aflevering. Er is niets meer gebeurd. Een lean victory. Yesa! Ik ben blij dat ik voor de assist heb kunnen zorgen. In het doelpunt. We pakken terug 3 punten. Toch tegen Oostende. Dat moest toch wel haalbaar zijn. Ja, kei blij. Tegen OHL mogen we spijtig genoeg niet starten. We gaan nog wel wedstrijden simuleren. Pwaah. Dan gaan we wat verder voor. Ah, je rapper vooruit in deze carrière mode. 2-1. Victory. Harbouwie moet wel echt al topschutter zijn ofzo. Doelen niet gehaald. Jammer, jammer, jammer. Maar maakt niet zoveel uit. Als we stelkens al levelen, zullen we wel in het team komen. Ik verwacht ons niet te spelen tegen Genk. Kortrijk en Waasland Beveren misschien. Zie, tegen Genk mogen we niet spelen. Dat was te pezen. Ta, 2-1 verlies. Jammer, jammer, jammer. Maar we kunnen niet blijven winnen. Overmeren geschorst. Hier gaan we spelen, ik voel het. Nee, dan zal het tegen Waasland Beveren worden. Ga jongens. Ja, 1-0, maar iets 90ste minuut met een strafschop. Amai, lucky, lucky, lucky. Nee, what the fuck, zelf tegen... Oh my god. Zelf tegen Waasland Beveren mogen we al niet meer spelen. Dat is niet goed, hè. Harbouwie scoort en pakt nog rood. Perfect, Harbouwie rood. 2 wedstrijden aan ons, hopelijk. Ja, zie... Oh, tegen Standaar. Moet dat nu net tegen Standaar zijn. Oh, zalig. En dan de volgende match zullen we ook nog mogen spelen, waarschijnlijk, hè. Eerst het allemaal eens wegdoen. Ja, maar Harbouwie die kaart had. Oké. Dus de volgende wedstrijd. De volgende episode starten we tegen Standaar. Hope you guys enjoyed. Ja, enjoyed. We zitten op 7 december. Bye bye.